Ik ga je nu eens een heel eenvoudige techniek tonen om een kaaskorstje rond een vis te mm-hmm. brengen. Hè. Ja. Rond een vis, rond een langoustine eventueel, rond een Sint-Jacobsaap. Er zijn verschillende mogelijkheden. Hè. Dus we gebruiken daar een gemalen geraspte kaas voor. Hè. Dat kan een Oud-Brugge zijn, dat kan een Comté zijn, dat kan een mm-hmm. Gouda zijn. Hè. Dus een, mag wel een beetje afsmaken. Een oude kaas die goed afsmaakt. Hè. Mm-hmm. Als het van bij ons mag zijn, Oud-Brugge. Ja. Daar doen we dan... Ik heb er 100 gram van. Hè. Mm-hmm. Dus 100 gram van de kaas. Daar doe ik 25 gram bloem bij. Gewone patisseriebloem. Mm-hmm. Geen zelfrijzen, hè. Patisseriebloem. Hè. En daar doe ik 25 gram micrio bij. Micrio bij, dat is eigenlijk gevriesdroogd cacaoboter. Hè. Pure cacaoboter. Dat heb je echt nodig om dat korstje te maken. Zonder dus je kan geen vervangend product gebruiken. Daar heb je geen vervangend product voor. Ja. We mengen dat gewoon goed. En dat is eigenlijk alles. Hè. Zo, voilà. Hoe gemengd is dat in orde. Oké. Okay. Hetgeen dat we nu moeten doen. Ik heb hier een paar langoustines klaargelegd. Om deze even te demonstreren. Hè. We gaan die langoustientjes lichtjes zouten. Mm-hmm. We gaan die lichtjes peperen. Langoustine heeft dat nog een andere benaming? Dat is ook een Noordzeekreeftje, noemen ze dat wel eens. Ja. Dat is ook een Noorse kreeft, noemen ze dat ook. Heeft dat dan ook de smaak een beetje naar kreeft? Of dat is, ja, volgens voor mij part is het verfijnder dan kreeft eigenlijk. Ja, ja. Het is veel sappiger. Hey, het is veel, ja, het is anders van structuur ook dan kreeft. Voilà. Ja. Dat is het. Dus dat is één mogelijkheid. Hey. Het product daarin wikkelen. Mm-hmm. De andere mogelijkheid is op het product opstrooien en het eventjes onder de grill zetten. Ah ja. Dat komt ook een mooi kaaskorstje. Maar dat is meer voor een vis dan. Hè. Een langoustine is daar te teer voor. Ja, klopt.